Goeiedag. Om 8:45 sluit op de Grote Markt in Haarlem het Glazen Huis. 3 DJ's draaien tot kerstavond plaatjes om geld in te zamelen in het kader van de actie Serious Request. Haarlem verwacht de komende dagen 600.000 tot 700.000 mensen. En een van die mensen is verslaggever Gea Sigma. Gea, begint het vanavond pas echt of is het eigenlijk al begonnen? Nou ja, voor mij en voor heel veel Haarlemmers is het eigenlijk al maandenlang aan de gang. Iedereen is geld aan het inzamelen met hele leuke acties, hele grote acties, hele kleine acties. Maar het echte, waar het om draait, hè, al 14 jaar lang, is Serious Request, het Glazen Huis. Op een markt in een stad hier in Nederland en dit keer dus in Haarlem. Dat begint nu. De 3 DJ's, Koen Zwijnenberg, Domien Verschuren en Gerard Ekdom, die worden zo meteen opgesloten. Ze zijn nu eigenlijk al aan het warm draaien. We horen ook al het nieuws hier vandaan komen van 3FM. En ze gaan plaatjes draaien op verzoek. En dat allemaal om dat geld in te zamelen voor Serious Request, Hands of Our Girls. Grote acties, kleine acties. En heel veel scholieren waren vanmiddag eigenlijk al op het plein bezig om toch nog die laatste paar euro's bij elkaar te rapen. Ja. Woehoe! Ja. Oh, wij hebben de actie van Let's Take a Selfie. En we hebben een Facebookpage gemaakt waar we op alle foto's posten van wie we deze 3 dagen foto's maken. Dus hoeveel hebben jullie nu al binnen? Precies weten we het niet. Het is sowieso iets van meer dan 110 euro. We doen deze actie om dus aandacht te vragen voor de vrouwen. En de diepere betekenis achter onze actie is dat de vrouwen in deze landen hebben geen stem eigenlijk. En kunnen niks zeggen over hun situatie. Omdat ze worden onderdrukt. En dus praten zij ook niet om te laten zien wat wij voor ze over hebben. Zeg maar. En jullie gaan met de pet rond en dat gaat goed? Ja, het gaat al goed. We hebben echt in 2 minuten of zo al heel veel geld. Dus dat gunt helemaal goed. En het is nog niet zo heel erg druk hier. Het heeft eigenlijk de hele middag geregend. Maar nu druppelt er toch mensen binnen. Ik kan nog een beetje vooraan staan, nog een beetje meekijken. De komende dagen zal dat absoluut niet meer het geval zijn. Er worden 700.000 mensen hier in Haarlem verwacht de komende 6 dagen. En er kunnen per keer eigenlijk maar 7.000 mensen op het plein. Dan gaan de hekken dicht. Dus het zal dringend geblazen worden, maar het gaat los. Gea, dankjewel. Succes daar.